papa leven in de glorie. De stucadoors zijn aan de slag. Ja, ja. Het is over 30 jaar bestaan. Was eens een meisje van het Twentse platteland. Ze verhuisde naar het Gooi met haar blonde muzikant. Ze scheurt van rot naar her voor presentaties en voor shoots. Ze houdt alle ballen in de lucht met muk, joetet en snoet. Ze neemt je elke vrijdag mee om 5 uur. Allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Bomvol met werk en met heel veel geheime missies waar ik nog niet te veel over kan delen, maar volgende week wel. Daar zijn nog veel meer. Plus heel veel taart, want Jaap was jarig en dat hebben we op verschillende manieren gevierd. Zit er in de kindjes, zit er natuurlijk veel in. En wat updates weer van het huis. We hebben wel wat gekonkel gehad, wat laatste dingetjes die niet goed liepen, waardoor we weer uitlopen met de aflevering. En daar ben ik wel een klein beetje bang voor. Want dat betekent dus dat wij moeten echt 27 december uit dit huis zijn. Dan is het echt sleutel inleveren in 9 uur. We zijn aan het kijken of we nog een huis gemeubileerd kunnen huren voor een paar weken. Maar goed, het moet goed worden, dus dat gaat komen. En wel liefst in de buurt van Loosdrecht natuurlijk, zodat kinderen naar school kunnen. Althans, ze hebben vakantie tot en met de 9 januari. Ga je wel een beetje in de buurt van de bouw zijn. Als je nog wat weet, laat het even weten. Veel plezier en heb een heel fijn weekend. Doei! Kijk, leuke Joep. Ik heb al een beetje versierd. Die vind je het mooi? Hey, ik wil niet met mij doen. Wat gaan we nu doen? Daar bakken. Daar bakken? Dat kan niet. Het is kwart voor 7. Kaarsjes doen. Oké, tijd even bakken. Eddie? Oké. Kun je mij een potje geven? Ja. Kaartje, ja. Langzaam ze leven, langzaam papa leven in de glorie. In de glorie. Gloria. Hyper de piep. Gefeliciteerd! De cadeautjes liggen nog op jouw kamer. Een kusje. Kijk, papi. Is dat mijn zoon? Oh, welke zou ik eerst open? Deze. Een kleintje? Ja. Ja. Beste kinderen. Beste kinderen. Wow, een lichtje. Dat is 1. Tina, oh mooi, dankjewel jongens. Oh, wat lekker. Ik heb ook nog een cadeau. Voor Muk. Die heeft Muk ook zelf uitgekozen. Wauw. Oh, 43. Dat zijn schoenen. Dat zijn pantoffels. Oh, wat heerlijk voor thuis. Oh, dat vind ik heel lekker. Dan kan ik lekker thuis weer lopen. Oh, wow. En het is handig voor uw huis, dus haar onderkant. Oh, wat goed, jongens. En die heeft Muk uitgekozen, oh, papa. Zelfde kleur als Muk. En Muk, kun je nog even het kaartje geven? Oh, wauw. 1, 2. Oh, yes. Oh. Dat doe ik zo meteen. Hier, mag ik daar neerzetten, Muk? Jeetje, wat een goede cadeaus. Een ander cadeautje die jij hebt uitgekozen is er nog niet, hè? Nee. We hopen dat je de cadeaus mooi vindt. En zondag krijg je een grote cadeau. Je bent de allerbeste papa van de wereld en de allerliefste, knapste man van de wereld. Gefeliciteerd. En dan heeft Muk geschreven, wij houden van jou. En Joep heeft zelf geschreven. En Ted heeft een beetje zelf geschreven. En Muk heeft zelf geschreven. Ah, dat heb ik heel veel gedaan. Nee! Papa, kijk zo op je bord staat. 38. Nou, dat is grappig met een sticker. Wat vind je ervan, Teddy? Wat vind je ervan? Zo word je wakker gemaakt en een lawaai in je kop. Geef maar een kusje. Dag. Dat is toch geen kus? Dat is een knuf. Geef jou een kusje dan. En dan moet je naar school, want het is al begonnen. Daag. Doei. Kom voor jou. Kom, ga je mee? Kom Tess. Kom, kom dan. Mama. Ja? Handje? Nou, we hebben net zijn broers weggebracht naar school. Was natuurlijk weer haasten. Jaap die is onderweg naar Valencia met het hele bedrijf. Zo'n uitje. Wat even aanboten in de ochtend met z'n drieën. We moeten allemaal een eindje rijden naar school altijd. Als je er allemaal in de klas hebt. Naar de gym. Alle broodtrommels. Nou ja, jullie kennen het waarschijnlijk. Teddy. Teddy vindt het heel leuk op school. Hallo. Oh ja. Ik wil daar ook blijven. Ben jij soms van het Nederlands elftal? Ja. Met regelaarzen? Ja. Oh, en wat ga je doen? Ik ga dit ophalen. Met mama toch? Oh, met kinderdagverblijf. Mama, ik deed ook op school. Ik deed ook op school zo knikkeren. Waarom? Ik moest een bril. Jij moet helemaal geen bril. Wel. Nee. Wel. Jij wil graag een bril zeker? Ja, maar ik kan niet zien. En moet jij nog hoesten dan? Ja. Hoe vaak dan? Heel vaak. Ja, dat gaan we niet meer doen, toch? Nee. Nee. Andere voet, sorry. Oh, je was wel heel blij om je broer te zien, hè? Wat een dikke, vette knuf. Dan gaf jou wel echt een hele dikke knuf, hè? Ja. Hij is dan niet goed. Ga maar staan. Oeh. Oeh. Doe maar aan. Auw, zegt hij. Ga maar springen. Ga maar springen. Staan, staan, staan. Ga maar staan, Ted. Baby, ga maar staan. Andersom. Verkeerd om. Zo, doe maar aan. Doe rits maar dicht. Wauw. Jokie, je hebt mee. Goed gedaan, Teddy. Hé, daar is Muk. Geef Muk mijn knuffel. Ziet er ook uit, Muk, met dit pak. Mama, dat was geweest, had je die niet meer aangaat. Veel te klein. Wat doen jullie? Jullie moeten douchen. Nee. Ja, zeg ja toch? Ja. Kom, Muk staat al aan de douche, kom. Nee, maar water gooien. Lekker veel hooi op de vloer. Want ik kan de zon wel zien, maar ik voel de warmte niet. Ze weer door zijn aan de slag. Ja, ja. Het is 30 jaar bestaan. Zo leuk. Kijk eens waar we zitten. We hebben ongeveer 5 optimatische momenten te zien. Nou, dat weet ik wel zeker, want ik heb ze ook al gezien. Allemaal bekend. Dus er staat hier ook vrij om te lachen en dat soort zaken. Dus dat hebben we hier aan tafel. Daar zitten we dan allemaal. 30 jaar is veel bestaan. Nieuwe huis en we gaan nu verf uitzoeken met een lapvest. Heel tof, maar ik weet niet of jullie dat kennen. Een soort van, volgens mij het ecologische verf. Hele mooie kleuren. Want als je dan zeg maar van hier kijkt, dan heb je wel zo'n mooie hoek nog helemaal. Ja, dat zit hier nog niet in. Maar dat zit. Oh, ik denk dat het op de tuin hoor. Dus ja, ja. Ja, neem taart mee. Hier, gewoon taart uit het knuisje. Heel luxe, ja. Sorry? Ja. Het is bouwtaart, hè? Ja. Verjaardag, ja. Taart geregeld. Je hebt gewoon alles mee. Maar afzonderlijk wat eet jij nou weer? Mag ik nog water? Slagroom? Ja. Verjaardag, Joop. Dan zal die leven in de gooi. Ja, in de gooi. Ja, in de gooi. Ja. Ja, ik zou bijna dat je er niet onder kan zeggen, want anders dan gaan die vlammen. Een knal. Ah, het gebeurt niks. Ah, het is fantastisch. Of wel, het gaat alles in twee. Het is ook even van ze, ja. Oh, ja, dat is een keuze, hè. Wat voegt hier toch ook? Wat gaan we doen vandaag? Met wie? Mama! Ja? Ja? Oh ja? Wacht. Kom maar, neem maar mee. We willen allemaal lekker goed eten. Ja. Eet. Goed zo. Een varken. Een varken, goed zo. Lieve. Ja. Wil je aaien? Leeuw. De leeuw doet. En dit is ook. Een varken, goed zo. En wat doet het varkentje? Oh, hij wijst natuurlijk de hele tijd. Hij doet het al eerder getekend. Kan het al. Ga jij mijn boekje voorlezen in de tekst? Boekje van Nijntje. Wil je niet meer? Nou, bijna. Hier is een eend en hond. En vertrek. Let op. Dus geen knuffelen. Kennen jullie nog het meisje? Corona had en toen hij naar de kap kon met die enorme uitgroei. Ze heeft een uitvaller. Dus ik ben nu aan de kant. Gelukkig gaan we moeten wachten op 7 december, dus dit is heel fijn. Ja. Nog wel? Nee. Dan gaat de uitgroei bijna. Nou, wat heb je ervan gemaakt, Nicole? Ik kan niet ervan maken. Ja, dat is waar. Dat is nog geheim. Geheimpje van de smid, maar het is wel anders dan anders. Voilà. Echt leuk. Kom maar, we gaan even naar de kipjes. Ga je mee, schatje? Komt het? Ga je mee naar de kipjes kijken? Kom nou naar de kipjes. Jij hoort een blaskool en je hoort een dat. Deze. Jij hoort een dat en je hoort een blaskool. Deze goal. Ik zie mijn haar voor mijn ogen. Ja, doe maar voetballen. Doe maar, schatje. Voetballen? Oh, heerlijk. Mama. Ja, precies deze ook. Die hebben we altijd. Dankjewel. Ik heb niks gebeurd. Mama, wat doe je met de ogen, joh? Happy birthday to you. In de gloria, in de gloria. Oké, jongens. Maak jullie maar open, want ik ben wel benieuwd. Oh, wat goed. Goed hoor. Ja, dat is heel leuk. Kunnen we lekker... Oh, wat heel origineel. Jeetje, wat handig. Oh, de staten zitten ook al in elkaar. Ik heb nog een paar van die elektrische auto's. Die zijn uit... Dat is toch geweldig, hè? Dat is makkelijk. En? Ja, hij is mooi. Er gaat ook heel mooie bochtjes rond. Ja? Omdat hij die wieltjes zo heeft. Ik vind het heerlijk, dat gesjouw altijd en al die tassen, dat kan allemaal lekker in doen. Kom maar, Ted. Scoren. Scoren. Oh, goal. Goal. Applausje. Goed, man. Maar Teddy, ga voetballen met Daan en Wes. Doe maar. Daan en Wes. Doe maar naar Daan en Wes. Doe maar. Daan. Goed zo. Veel plekje hier. Hè? Veel plekje. Ja, goed hè dit. Lekker Ted. Woe! Ja, goed zo. Lekker jongen. Doe maar. Doe dan. Wil je met Wes voetballen? Oh. Mama. Jij ook niet. Papa bedoel je? Hey. Hebben jullie een voetbalkliniek? Ben jij de trainer? Nou, genoeg ballen. En hoe werkt dit dan? Doe maar even voor. Wauw, mooi. Ja, jij mag nu. Mooi, Joep. Mooi. Goeie trainer, zeg. Mijn training is gewoon langs alle ballen heen. Je mag niet de bal aanraken, langs alle ballen heen. Oké, laat ze even zien dan. Wat een goede training ook, zeg. Jullie worden wel goede voetbaltrainers. Ik denk dat jullie wel trainers kunnen worden van FC Twente, of niet? Zet voor wie is dat? Wat? Mama. Mama? Papa dan? Oh, mooie bloempjes dit. Hallo. Ga maar staan, staan, staan. Goed zo. Hallo. Kipje kijken. Ga maar een kipje. Hallo, kipje. Hallo, kipje kijken. Zo. Teddy, dat is mooi. Wat doet Kipje dan, Ted? Hoeplakkeree. Meh. Oh, nu doe je het niet. Doei. Doei. Krijg Lin nog kussen? Ik kusje? Kom maar. Dag. Nou, bizar. Ik had net Sky Radio erop, Jaap erop. Toen deed ik Q-Music Top 40, Jaap. En nu doe ik Q-Music non-stop. Ook. Is het triest dat je ons achter elkaar of op onze kanalen, zeg maar. Kom weer poespas. Alle spullen mee. Mijn inkoop. Hoe spooky is dit? Met Halloween. Ik was papa aan het uitzoeken waarvoor. We zijn vandaag op inkoop en het is druk. Dit is al de vierde afspraak van vandaag en het is 12:30 of zo. 9 uur, de auto zit helemaal vol. En nu gaat Sophie even rijden, want... Oh nee, want dan kunnen we weer doorwerken. En we moeten nog eten, McDrive. Yo! Ken je het verhaal van die meisjes die naar de McDrive gaan die echt super erg honger hebben? Ja. McDrive is vandaag gesloten vanwege opnames. En wij zijn... Hoe dan? Hey. Dit mag niet hoor. Inmiddels aangekomen in Hilversum. Daar is de Mac. Het is 21:39. Ik weet dus nooit wat lekkerder is. Dus ik heb nu een Big Mac en een hamburger besteld om te kijken wat lekkerder is. Nou, de ultieme test. Tot nu toe. En nu komt het bij de augurk. Vind ik het lekkerst van een hamburger. Yes, een partner gevonden. Een rolmops. Ik ken niemand die het lust. De nieuwe generatie, omdat ze het gewoon te vroeg wakker zijn. Vanwege tijdsverschil. Hi, heb je lekker vitamintje? Maar waarom moet deze pizza dan van mij? Ja, de allerbelangrijkste vergadering, de afbouwvergadering. Die wordt zwaar. Weet jij? Huh? Ja! Sorry! Daar zijn mijn licht. Zijn dit mijn licht? Ja! Lichtschoenen! Oh my goodness! De lichtschoenen! Sonic! Sonic! Uit Amerika! Huh? Zo doen. Waar liggen mijn voetbalschoenen? Een andere. Ja, ook zie je. Maar kon er toch van Sinterklaas komen? Ja, doe maar aan. Ik wilde deze zo graag aan. Want weet je wie ook schoenen heeft? Nou? Nou, Dylan heeft geen schoenen, maar die kunnen wel licht geven. Dylan. Oh ja. In die andere doos, denk ik. Ik dacht dat het een voorloper was, maar dat was deze. Ben je blij? Eindelijk zijn ze binnen. Ik wou zo graag deze. Ik dacht dat deze... Daar heb je zo lang op gewacht. Ja. Wow! Nou, je kan wel zien dat je nog harder rit, Sonic. Nee, ik was echt heel bijna. Is dat nou dit? Afgelopen? Nee, papa komt vannacht pas, jongens. Kom eens bij mama. Teddy? Ik ben niet van ons. Hey, wat is dat niet doen? Teddy, is die niet veel te groot voor jou? Veel te zwaar. Teddy, die is veel te groot voor jou. Veel te zwaar. Ja? Wat ga je doen dan? Dat is wat tijd. Ja, hè? Ja, wat tijd. Na dit liedje gaan we naar bed. Alle drie. Uh-oh. Mama pakken, mama pakken, mama pakken. Wat halen? Nee, 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 nee. Kom. De kinderen zijn aan de school. We gaan naar Tony Media. De afspraak daar. Gerrit is bij. Is heel leuk, denken we. De knoppers brengen naar het kinderpartij. Vergeten. Dit is een nieuwe aflevering van Lekker Veel Hooi op.